Dit gaat bij verre de spannendste wedstrijd worden van de hele E-Divisie. Quinten van der Most moet eigenlijk winnen om kans te maken in die laatste speelronde op plek 2. Aan de andere kant hebben we Danny Hazebroek die een fantastisch, waanzinnig seizoen speelt. Maar laat het afweten, is inmiddels gezakt, maar is er op gebrand om dit te winnen. Want dit is een derby, een echte, een Rotterdamse. Eentje die alle kanten op kan en ze zien het liefst dat hij op hun kantje valt. Dit is een kraker. Oh joi, ik zie nu als enige allebei de teams tegelijk. Maar holy shit. Jullie zien in beeld, als het goed is, het team van Feyenoord, van Quinten van der Most. 5 legends. Roberto Carlos, Ferdinand, Gullit, Vieira en Georgie Best. En al die andere spelers zijn ook zo'n beetje de beste spelers die je op die posities kunt hebben. Ongekend goed team. Maar ook zijn tegenstander, Danny Hazebroek van Excelsior, heeft een prima team. Die zien jullie nu ook in beeld. Ook daar Ferdinand, Petit, Gareth Bale, Ronaldo, Suarez, Legend Keane. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dit is een kraker, jongens. Dit is een kraker in deze E-Divisie. Zo laat nog. Zo laat nog in de competitie. Speelronde 33. Vooral voor Quinten van der Most zijn de belangen enorm. Want bij winst nu op Excelsior is hij nog vol in de race voor plek 2. Staat bij deze aftrap 3 punten achter op Brian Hessing van Heracles Almelo. Maar Brian speelde zijn duel al. Speelde gelijk tegen ADO Den Haag in deze speelronde. En dus liggen er kansen voor Feyenoord. Feyenoord dat qua doelsaldo, en dat is ongekend na 16 wedstrijden. Na 15 moet ik eigenlijk zeggen. Maar Quinten heeft bij het ingaan van deze speelronde een doelsaldo ten opzichte van Heracles dat er 1 beter is. Dus mocht Quinten deze wedstrijd winnen, dan zou hij aan een gelijkspel genoeg hebben tegen Brian om op de tweede plek te eindigen. Maar zover is het nog lang niet, want hij heeft nog een hele lastige horde te nemen. Namelijk Excelsior. En dat Excelsior is nu hier in de aanval met Gareth Bale. Danny Hazebroek, het hele seizoen meegedaan, boven in het linker rijtje. En hier het eerste gevaar. Voorzet wordt uit de lucht geplukt door Neuer. Maar Danny, dat is iemand om rekening mee te houden. Danny is niet iemand die je zomaar aan de kant zet. Het zat hem niet mee in zijn vorige 2 wedstrijden. Dat niet. Hij verloor van Vitesse en van NEC. Toch 2 onverwachte nederlagen. Maar over het hele seizoen genomen mogen het duidelijk zijn dat Danny een zeer geduchte tegenstander is. Waar Quinten nog lang niet van heeft gewonnen. Natuurlijk, het is ook nog de derby tussen 2 Rotterdamse clubs. Maar dat is een belang dat ernstig ondersneeuwt bij de strijd om plek 2. Hier is Roberto Carlos namens Quinten van der Most. Vieira. Bal afgesnoept door Ferdinand namens Excelsior. En Suarez nu met de bal naar voren. Dat is een goede paas. Ronaldo is ontsnapt. Ronaldo met Rio Ferdinand in Feyenoord shirt. Goede actie. Ronaldo paas de 16 in. Maar die wordt onderschept door Quinten. Die daar goed verdedigt. Georgie Best vindt Gullit. Die vindt Vieira. Terug naar Gullit. Zo combineert Quinten er goed lustig op los aan de linkerkant met al die legends. Best, Gullit, Beel, goed gevoetbald hoor. Wat een aanval is dit. Van achteruit, zoals we van Quinten gewend zijn. Gevarieerd spel met zowel korte paasjes als veel trucs. Het is leuk om naar te kijken, het spel van Quinten van der Most. Eerste kwartier onderweg. En nog steeds 0-0. Walker. Ook bij beide ploegen in de basis zelf. Gullit. Roberto Carlos. Bale. Gullit. Krijgt hem terug. Ronaldo. Wie haalt er een keer aan? Overtreding. Paul Pogba op zo'n, 28 meter. Wilde ik al zeggen. Carlos gaat het gewoon doen. Naast. Ja, als iemand dat kan, dan is het natuurlijk Roberto Carlos. Het zijn de eerste speldenprikjes in dit duel. Nog geen enorme kansen gezien. Beide spelers verdedigen natuurlijk ijzersterk. Kennen elkaar goed. Het zijn 2 bekende namen in het Nederlandse FIFA-circuit. Ze spelen beide veel toernooien. Bijna wekelijks komen ze elkaar tegen. Ze hebben weinig geheimen voor elkaar. Walker. Suarez. Namens Excelsior dus. Danny Hazebroek. Wil ook weer eens wat laten zien. Goed verdedigd weer door Quinten. Die de controle heeft in deze wedstrijd. Geeft nog minder weg dan dat hij creëert. En heeft de overwinning nodig. Speelt hij gelijk vandaag tegen Excelsior? Of verliest hij hem zelf? Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit voor Quinten. Verlies of gelijkspel heeft voor hem, zeker in de strijd op plek 2, hetzelfde resultaat. Een derde plek zal hem niet heel veel opleveren. Daar zal hij niet heel tevreden over zijn. Het gaat hem om plek 2. Met plek 2 zal Quinten zich kwalificeren voor een zeer prestigieus toernooi. Waarschijnlijk in Madrid. Ronaldo. Carlos. Roberto Carlos. Oh, wat is dit? Een hakje in de eigen 16. De eerste half uur is voorbij. Danny Hazebroek met Sanchez. Ruimte aan de rechterkant bij Walker. Ronaldo gaat diep daar. Werd gezien. Maar Ronaldo niet bereikt. Roberto Carlos. Ronaldo. Goh, schitterend. Langs Ferdinand. Nog een keer de beweging en dan de ingooi. Yes, natuurlijk! Hartstikke Roberto Carlos. Feyenoord dringt aan. Maar Excelsior verdedigt goed hoor. Danny Hazebroek, als gezegd. Sterke jongen, bijtetje. Deze wedstrijd kan alle kanten op. Al dringt Feyenoord wel meer en meer aan. Pogba, Ronaldo, wie komt er tot een schot? Ronaldo, bewegingen in de 16. Als het goed gaat, dan gaat hij de wereld over. Maar Excelsior houdt stand. En sterker nog, nu komt Excelsior eruit. Renato Sanchez. Goed, sterk, maar Feyenoord weer ertussen. Ronaldo, Sanchez. Doeltrap, denk ik. En het meeleven van Danny Hazebroek is schitterend. Oprechte verontwaardiging eigenlijk. Over hoe die actie eindigt. 62% balbezit voor Quinten. Die gewoon heel sterk speelt, maar nog geen grote kansen heeft gecreëerd. De focus is er bij beide heren. Beide hebben ze muziek op. Georgie Best. Die Noord-Ierse legend houdt de achterlijn. Georgie Best, harde voorzet. Carlos kan er net niet aan. Spel gaat door. Aanval loopt door. Gullit, Vieira. Georgie Best weer. Misschien schiet hij met links. Toch kappen, draaien. Excelsior houdt stand. Fake pass en exit. Georgie Best. En de ingooi. De rust is nabij. Georgie Best slingert hem maar voor. Alaba werkt weg. Wat een wedstrijd is dit zeg. En kan Danny dan nog één keer uitbreken? Nee. Feyenoord heeft de controle. Maar het staat nog 0-0. En ook Feyenoord, maar één schot. Eén schot voor beide heren. Geen schoten op doel. Alles wijst erop dat dit een spannend duel is. Alles toont aan dat we hier met een kraker te maken hebben. Natuurlijk, Danny staat op de 6e plek. Maar eigenlijk stond hij het hele seizoen op plek 2, 3, 4. Geweldige speler, heeft een geweldig seizoen gespeeld. En het is logisch dat Quinten het moeilijker heeft met Danny dan met zijn meeste tegenstanders in de vorige speelrondes. Want Quinten maakte een geweldige inhaalslag na dat stroeve begin. Excelsior is begonnen aan de tweede helft. Goed getikt hier door Feyenoord. Ja, het spel gaat over en weer. Het enige waar het hem aan ontbreekt zijn kansen en doelpunten. Verdedigend hebben beide jongens het gewoon uitstekend voor elkaar. Hier is Roy Keane. Lange bal. Afgewend. Feyenoord nu weer vooruit. Ja. De focus is geweldig. Feyenoord speelt ook top hoor. Het komt gewoon nog net niet door die laatste linie. Roberto Carlos combineert met Bill. Kijk eens even hoe lang die aanvallen elke keer duren. Bijna geen onnodig balverlies. Pogba, Vieira. Dit is mooi. Komt die goal dan toch? Feyenoord. Eerste grote kans van de tweede helft. Is een penalty. Nee, hij blijft staan. En dan gaat het spel gewoon door. Niks aan de hand. Weer een dreigend moment, maar weer geen schot. En dus ook geen doelpunt. 10 minuten onderweg inmiddels al in de tweede helft. En hetzelfde spelbeeld als in de eerste helft. Feyenoord dicteert. Feyenoord speelt veel op de helft van Excelsior. Maar net als Excelsior, geen schoten voor Feyenoord. Quinten van der Most moet geduldig blijven. Moet doorgaan waar hij mee bezig is. Dan zou je zeggen dat er een keer een grote kans aan gaat komen. Maar ondertussen heeft Danny Hazebroek zijn focus ook gewoon. Hij komt er alleen wat minder uit dan dat hij zou willen. Wordt toch meer en meer teruggedrongen. Beklaagt zich nu ook even, had de ingooi aan zijn kant verwacht. De wedstrijd inmiddels al voor 2/3 voorbij. Half uurtje nog. Roberto Carlos. Vieira. Oh, paas komt aan. Tussen twee man door. Maar Excelsior weer goed verdedigd. Nee. Nu de bal kwijt op eigen helft. Quinten zet vroeg druk. Pogba. Best wil hem terug. Bal gaat naar Ronaldo en dan loopt hij weer over de achterlijn. Doeltrap Excelsior. We hebben nog geen wissels gezien in de tweede helft. Ik verwacht dat we daar niet heel lang meer op hoeven te wachten voordat een van de twee toch een aanpassing gaat doen. Petit, de Franse legend. Ah, Suarez. Nee, man. Gullit. Gareth Bale. Gareth Bale. Feyenoord blijft gaan. Bale. Bal blijft binnen. Wat een actie van Bale zeg. Gullit aanspelen. Nog één keer door. Gullit gaat hij voor het schot. Gullit. Bal kwijt. Ongelooflijk. Feyenoord drukt en drukt. Maar het is niet zo dat Quinten pech heeft. Het is Danny die gewoon goed verdedigt als het erop aankomt. En nu weer uitbreekt. Ronaldo. Dit hebben we een tijdje niet gezien. Excelsior nu vol in de aanval. Hoekschop. Voorzet was waarschijnlijk de goede keus. De hoekschop. Kwart wedstrijd nog. Koppel! Oh! Bal ging al richting de verre hoek. Danny sprong ook op. Maar de redding van Neuer. Dan eindelijk een omzetting. Quinten switcht naar 4-3-3 aanvallend. En Freddy Ljungberg, gaat hij daarin komen? Nee, het wordt Arjen Robben. Die andere kale buitenspeler. Robben gaat aan de rechterkant spelen. Hij vervangt Georgie Best. Ronaldo gaat de punt in. En jullie zien het. Of jullie zien het niet. 4-3-3 aanvallend. Pogba en Vieira nu naast elkaar. Gullit op 10. Dat is hoe Feyenoord de laatste 20 minuten gaat spelen. En Quinten, hij kan vol voor de winst gaan. Want als je voor plek 2 wil gaan, dan maakt een gelijkspel of een verlies niet uit. Het enige wat hem nu nog verder zou kunnen helpen is een overwinning. Maar ook bij een nederlaag nu is er in feite nog niet iets aan de hand. Dan moet hij alleen winnen van Brian. Wil hij tweede worden. Quinten nu weer. Tikt goed door. Pogba had die bal niet aan de 16 ingekund. Nou, nu alsnog. Ronaldo kan die een keertje schieten. Weer elke keer goed verdedigend werk van Excelsior, hoor. Ongelooflijk hoe Excelsior erin staat te verdedigen. Heel knap. Er zijn niet veel spelers geweest in deze competitie die Quinten van scoren af hebben gehouden toen hij eenmaal op dreef was. Toen Quinten eenmaal op stoom was, was het elke pot raak. Nu dan. Gullit. Ronaldo. Nee, Neuer. Woe. Kwartiertje nog. Nog steeds 0-0. Dit kan toch geen 0-0 blijven deze wedstrijd. Maar ja. Zolang ze verdedigend allebei helemaal niks weggeven, blijft het toch echt 0-0. Quinten heeft een slokje water, natuurlijk. Even de hersenen koelen. Danny houdt vooralsnog bijna alles zoals het was. Nieuwe instructies, 4-3-2-1 nu. Nieuwe formatie van Danny en die pept zichzelf nog eens op. 12 minuten nog. Robben nu namens Feyenoord voor Quinten. Rug nummer 9. En dan Bale met de kopbal recht op Neuer af. Oei, 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 oei. Excelsior. Het zou een stunt zijn als Danny hier nog weet te winnen. Dan doet hij natuurlijk ook hele goede zaken daar in dat linker rijtje. Precies tussen Feyenoord en Excelsior in staat ook nog Roda J.C. Want ook in Limburg wordt met een schuin oog natuurlijk in deze wedstrijd gekeken. Pogba. Pogba. Nog altijd. En dan de voorzet. Dat was weer mooi. Maar weer levert het geen schot op. Het is ongelooflijk. Maar ondanks het goede aanvallende spel heeft Quinten ook weinig schoten gehad. Petit. 6 minuten nog. Petit naar Bill. Ja, Excelsior komt er niet meer uit hoor. Een zege voor Excelsior lijkt verder weg dan een zege voor Feyenoord. Ronaldo, wat houdt Feyenoord? Het drukt erop dan toch! Het is 1-0! 1-0 Feyenoord! 87e minuut en dit kan wel eens een doelpunt zijn van grote waarde voor Quinten van der Most. Switch gelijk naar 5 verdedigers. Maar dit is een doelpunt dat hem misschien wel de tweede plek in deze E-Divisie op gaat leveren. Krijgen we dan toch nog Ajax 1, Feyenoord 2. Wat een geweldige goal, wat een geduld, wat een focus bij Quinten van der Most. Fantastisch hoe hij ondanks dat overwicht en de weinige echt uitgespeelde schoten toch rustig bleef. En het is de goal van uiteindelijk, wie is het? Is het Ljungberg? Het is Ljungberg. Het is de Zweedse legend Freddy Ljungberg. 87e minuut en dit kan dan toch bijna niet meer fout gaan, want Excelsior werd ver teruggedrongen. Het is verdiend, natuurlijk. Of gaat Danny er nog voor? 3 minuten nog. Ah, paas komt dan niet meer aan. Ja. Het lijkt over voor deze wedstrijd en Quinten die schiet zichzelf hiermee naar plek 2. Hij moet nog tegen Brian Hessing, die met hem in punten gelijk staat na deze speelronde. Quinten heeft nu een doelsaldo van +2 ten opzichte van Brian. En dus heeft Quinten genoeg aan een gelijkspel om in die laatste speelronde plek 2 veilig te stellen. Deze wedstrijd zit erop. Scheidsrechter laat nog 1 keer een doeltrap toe. Maar Feyenoord doet uitstekende zaken in de E-Divisie. Quinten van der Most schiet zichzelf naar plek 2. Danny Hazebroek verliest voor de 3e keer op rij. Maar Quinten dus naar plek 2. Op doelsaldo nu boven Heracles Almelo. In de laatste speelronde krijgen we nog Feyenoord-Heracles. Quinten tegen Brian. Dat wordt een clash. Ga daar vast voor zitten. Dat wordt het.